De bouwsector in Vlaanderen en ook in Limburg verandert razendsnel. Confederatie Bouw Limburg wil samen met het agentschap Innoveren en Ondernemen een impuls geven aan duurzame woningrenovaties en hiervoor werden in Limburg 3 proeftuinen goedgekeurd. Mutatie Plus staat voor renovatie van woningen op een mutatiemoment. En dat is wanneer de woning leeg staat en wacht op een nieuwe bewoner. We renoveren 3 woningen op basis van 3 pijlers. Energie, comfort en levenslang wonen. Daarnaast legt elke demowoning haar eigen accent. Pilot 2 richt zich op levenslang wonen. Een belangrijke doelstelling is leren uit ervaring. Nieuwe technieken te bedenken, ontwikkelen, toepassen, evalueren en verbeteren. Ook dit project werd lean gepland. Dit wil zeggen dat de medewerkers op de bouwplaats zelf medeplanning opstellen. Zo slagen we erin woningen te renoveren binnen 10 dagen tijd. De unit werd in onze Warskooffabriek vooraf geassembleerd. Voor deze woning werd de unit ontworpen als een ruime toegankelijke inkomhal, extra leefruimte en een afzonderlijk deel voor de technische installaties. En door alles in de fabriek te monteren is er grote tijdwinst op de werf en zijn we niet afhankelijk van het weer. Naast het isoleren van de woning hebben we een volledige badkamer- en keukenrenovatie uitgevoerd en aanpassingen voor comfort en levenslang wonen. Rondom levenslang wonen werken we samen met verschillende kennisinstellingen, zoals U Hasselt, het Vlaamse Expertisecentrum Inter en het WTCB. De woning werd ontworpen om langer en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. Er werden drempels weggenomen, een nieuwe trap geplaatst, de zichtbaarheid van traptreden werd verbeterd, er werden meer stopcontacten geplaatst enzovoort. De nieuwe badkamer werd boven ingericht, de berging beneden kan op termijn tot badkamer worden omgebouwd en tenslotte hebben we een unit aangebouwd met een ruimere en toegankelijke inkom en extra leefruimte. De woning werd uitgerust met een zonneboiler, zonnepanelen en een ventilatiesysteem. Samen met de collega's van Habonu van der Kreken en Wasco werden technische installaties zo ingepland en weggewerkt dat ze voor onze bewoners niet storend zijn. We hebben ervoor gekozen om de technische installatie in de unit te plaatsen. Dit heeft 2 voordelen. De geluidszinder is minimaal en bovendien is de installatie nu toegankelijk voor onderhoud langs de buitenkant van de woning. De afdeling Bouwfysica van de KU Leuven bewaakt samen met de PXL de energieprestatie van de woning. Bij aanvang van het project meten we die op en als lid van het ontwerpteam zoeken we mee naar de meest geschikte energiemaatregelen binnen het budget. Daarbij dat we in pilot 1 vooral gewerkt hebben op de nieuwe geïntegreerde gevelsystemen, hebben we ons in pilot 2 veel meer gericht op de toegankelijkheid van bijvoorbeeld de trap of de nieuwe buitenunit. Daarnaast hebben we ook heel wat geïnvesteerd in digitaal opmeten in 3 dimensies van de woning. Ook de comfortverbeteringen worden geëvalueerd. In samenwerking met alle partners van sociale innovatie werd de Mutatie Plus Assessment Tool en een digitaal platform ontworpen. Een hellend vlak voor maximale toegankelijkheid van de woning werd uitgetekend om in een latere fase, wanneer het nodig is, aan te leggen. In deze fase hebben we ook een ruim terras voorzien en een mooie nieuwe toegang naar de woning. Zowel de snelheid van renoveren, het werken met modules en het toekomstgericht ontwerpen zijn meerwaarde voor een nieuw dak. Als lid van het bouwteam hebben we zo wegen verkend om woningen flexibel te renoveren met plaatsing van units achter of naast de woning. En in pilot 3 bereiden we een verticale uitbreiding, een zogenaamde optopping, voor. Zo kunnen we woningen zonder ruimte voor aanbouw toch extra comfort bieden in de hoogte. Meer dan 20 partners tot een consensus brengen om 1 woning te renoveren is als projectcoördinator een uitdaging op zich. Maar we leren van elkaar en samen vernieuwen we keer op keer. Uiteindelijk hebben we maar 1 gemeenschappelijke uitdaging. Een warm huis waar het comfortabel leven is voor iedereen. Transformatie Bouw Limburg focust op slimmer bouwen, slimmer samenwerken met minder faalkosten en een betere kwaliteit.